Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we kijken naar het vervoer van zuurstof en kooldioxide door het bloed en de uitwisseling van dat bloed met de lucht in de longen en met de weefsels. We beginnen even met de longen, daar willen we natuurlijk veel lucht in kunnen hebben en we willen een korte afstand met de haarvaten die daar langs die longblaasjes lopen. Dat wordt bevorderd doordat er weinig weefselvloeistof wordt geproduceerd in de longen. Als er hier een heleboel weefselvloeistof tussen zou zitten, zou de diffusieafstand van lucht naar bloed en terug zou langer worden. Dat zou ongunstig zijn. Bovendien, als het allemaal opzwelt, heb je minder ruimte voor lucht. En die lucht is natuurlijk cruciaal om telkens te verversen, om die zuurstof erin en de kooldioxide eruit te krijgen uit dat bloed. Dus die korte diffusieafstand is belangrijk. Daarom willen we dus weinig weefselvloeistof in de longen hebben. En dat komt precies overeen met het feit dat er ook een lagere bloeddruk heerst in de kleine bloedsomloop. Die lagere bloedsomloop lagere bloeddruk zorgt voor minder weefselvocht in de longen. En dat is precies ook wat je wil. Die lagere bloeddruk is niet alleen maar dus om het hart te ontzien, dat het nou eenmaal dan minder werk hoeft te doen. Het is zelfs echt veel beter voor de functie van de longen als de bloeddruk hier lager is en er niet te veel weefselvocht wordt geproduceerd, wat de diffusieafstand zou vergroten en de ruimte voor lucht zou verlagen. Nou, uiteindelijk hebben we dus zuurstof nodig in de weefsels. Dat ademen we dan in en dat diffundeert het bloed in. Want dat bloed komt natuurlijk zuurstofarm de longen binnen. Dat kan dan gebonden worden aan vooral hemoglobine, dat zuurstof. Een beetje maar via bloedplasma. Dan stroomt het zuurstofrijke bloed naar de weefsels. Daar kan het de weefsels in diffunderen. Kooldioxide wordt natuurlijk weer geproduceerd in die weefsels door aerobe dissimulatie. Dat gaat natuurlijk weer naar de longen toestromen. De longslagader was onze enige slagader met zuurstofarm bloed. En dan ging dat kooldioxide weer eruit en weer nieuwe zuurstof erin enzovoort. Dat transport van zuurstof is echt voor het allergrootste deel door hemoglobine in rode bloedcellen. Dat is er speciaal voor gemaakt. Zonder hemoglobine zouden wij ons grote lichaam niet in stand kunnen houden. Maar natuurlijk wordt er ook wel wat vervoerd in bloedplasma. Dat kan je nou helemaal niet voorkomen. Het is een waterige vloeistof, dat bloedplasma. Daar zal natuurlijk ook gewoon zuurstof in diffunderen in de longen. Maar het belangrijkste is dus dat hemoglobinemolecuul in de rode bloedcellen. Daar zit ijzer in, dat kan zuurstof goed binden. En je ziet hier ook dat zo'n hemoglobine, dat kan zelfs wel 4O2 binden. Kooldioxide eigenlijk in mindere mate. Dat wordt meer in bloedplasma vervoerd dan zuurstof. Maar van de zuurstof is het dus maar een 40ste deel in het bloedplasma en 39/40ste deel dus in die hemoglobinemoleculen. Het bestaat uit 4 heemgroepen. Het heeft een quaternaire structuur van 4 heemgroepen die aan elkaar kleven, zeg maar, tot een hemoglobinemolecuul. En elk hebben ze een ijzer 2 plus in het midden. Dat kan zuurstof dan aardig, maar wel losjes binden. En dat is natuurlijk heel gunstig. Dat betekent dus dat je HBO2 krijgt met 1 zuurstofmolecuul aan 1 heemgroep. Maar je hebt 4 heemgroepen. Dus je kan tot HBO8 gaan. Dan is dat hemoglobine helemaal verzadigd met zuurstof. En dat is dan wel een evenwichtsreactie. Dus tussen losse zuurstof en hemoglobine en gebonden zuurstof. Nou kan het ook nog wel eens zijn dat je toevallig in een omgeving zit waar koolmonoxide wordt geproduceerd, CO. Als je dan HBCO krijgt, dat kan natuurlijk ook tot maximaal 4 keer, dan wordt het steeds nuttelozer voor zuurstoftransport. Omdat koolmonoxide niet meer loslaat eigenlijk. Het is 200 keer zo sterk gebonden aan dat hemoglobine als zuurstof dat is. Dat betekent dat als je een koolmonoxidevergiftiging oploopt, dat je bloed steeds nuttelozer wordt voor zuurstoftransport. Je gaat je slaperig en moe voelen en je slaapt langzaam in. En als er niet op tijd ingegrepen wordt, dan kan je daar dus ook aan doodgaan aan dat koolmonoxidevergiftiging. Het is wel een pijnloze en rustige dood. Maar het is wel eigenlijk natuurlijk altijd een te snelle dood. Nou, als je dan dus in de longen een hoge zuurstofspanning hebt, dan zal het automatisch dat bloed indiffunderen met een lage zuurstofspanning. Op een gegeven moment is dat al dat hemoglobine HBO8 geworden en pas dan kan eigenlijk die zuurstofspanning in het bloed even hoger worden als in de longen.
In de praktijk stroomt het bloed dan weer weg en is er niet de tijd dat dat helemaal 100% wordt. Maar dat wordt best wel aardig bereikt. Dat bloed wat de longen uitstroomt is aardig zuurstofrijk, is daarmee ook wat helderder rood gekleurd. In de bloedsomloop kleuren we meestal helder rood de zuurstofrijke bloedvaten en wat blauwer, in werkelijkheid is het eigenlijk gewoon wat donkerder rood, de zuurstofarme bloedvaten. En dat is dus duidelijk dat uit de longen zuurstofrijk bloed door de longader naar het hart stroomt, want dat moet de rest van het lichaam in. Hier nog een keer dat hemoglobinemolecuul, twee beta-ketens, twee alpha-ketens aan elkaar vast, maar elk een ijzeratoom, althans een ijzerion in het midden, positief geladen, wat dus goed in staat is om zuurstof te binden, maar dan wel een losse binding aan te gaan. En nog een keer, en de evenwichtsreactie nog een keer, HbNO2 kan dus tot maximaal 4O2 zijn en dan wordt het HbO8. Het bindt aan die hemoglobine, dat zit dus in die rode bloedcel, maar er zit niet één hemoglobine in die rode bloedcel. Er zitten een aantal duizenden hemoglobine moleculen in een rode bloedcel en die kunnen dus allemaal zuurstof opnemen. En zo ziet die hemogroep er dan uit, dat ijzer zit keurig in het midden, aan stikstof gebonden. Dat is dus positief en dat bindt dus dat zuurstof, maar dat is niet echt per se iets wat je zou moeten onthouden. Dan wordt die zuurstofspanning in dat hemoglobine en die verzadiging van de rode bloedcellen kan je nog een beetje beïnvloeden. Dat was dus een evenwichtsreactie. Die evenwichtsreactie kan je ook verschuiven, hangt af van zuurstofdruk, maar ook van pH en temperatuur. Als je natuurlijk meer zuurstofspanning hebt, dan ga je natuurlijk zuurstof binden. Als je minder zuurstofspanning hebt, ga je zuurstof losmaken. Dat is logisch met zo'n evenwichtsreactie. Dat is natuurlijk ook wel handig als er weinig zuurstof in die weefsel zit. Zal het daardoor dat evenwicht naar losse zuurstof gaan en het daardoor diffunderen. Maar het wordt nog eens een keer versterkt door lagere pH en hogere temperatuur. En dat is goed geregeld? Ja, dat is goed geregeld. Want als je een lagere pH hebt, ben je waarschijnlijk koolzuurgas of melkzuur aan het produceren. Dat leidt ertoe dat je daar zuurstof maar extra naartoe krijgt. En dat moet je dan ook precies, want koolzuurgas komt door aerobe dissimulatie en melkzuur door anaerobe dissimulatie. Dan heb je helemaal zuurstof nodig als je dat aan het doen bent. En hogere temperatuur is natuurlijk ook in actieve weefsels. Lever is bijna altijd actief, maar spieren zijn dat natuurlijk ook bij tijd en wijle. Als je gaat sporten, dan hebben die ook een hogere temperatuur door actieve dissimulatie. Ook daar moet lekker veel zuurstof heen. Dus ook dan is het heel gunstig dat dat evenwicht naar links verschuift en de zuurstof loslaat in die weefsels. Ja, de getallen kan je vergeten, maar in rust hebben de cellen nog niet zo'n verschrikkelijk hoge koolstofdioxidespanning, is de pH niet zo erg laag. Maar die wordt dus wel lager als de cellen meer koolstofdioxide gaan produceren omdat ze actief zijn. Dan gaat die pH dus omlaag en dat zuurstof komt dus vrij, wat mede mogelijk is omdat het maar losjes gebonden is aan dat hemoglobine en het niet als een soort roestreactie er stevig aan gebonden was. Uiteindelijk hebben we natuurlijk dan die zuurstof in de weefsels. Dat wordt gebruikt voor dissimulatie. Er komt CO2 vrij. Dat moet ook weer vervoerd worden. Dat gebeurt voor een belangrijk deel als waterstofcarbonaat in het bloedplasma. Maar ook voor een deel als CO2 in het bloedplasma. En dan kan ook een deel, maar veel minder dan met zuurstof, gebonden worden aan rode bloedcellen. Die hebben natuurlijk zuurstof afgestaan, dus er is ruimte genoeg op die hemogroepen in dat hemoglobine om koolstofdioxide te binden. Dat gebeurt dus ook wel, maar minder enthousiast dan met zuurstof. Uiteindelijk gaat het dus van weefsels naar bloed, want het bloed stroomt weg. Dus er is een lagere koolstofdioxidespanning in dat bloed dan in de weefsels. En zo kan dat dus weer daar doorgaan. Uiteindelijk komt dat dan natuurlijk in de longen terecht, dat koolstofdioxiderijke bloed. Daar verdwijnt het weer, omdat het nou eenmaal ook weer met het concentratieverschil verval mee naar de lucht in de longblaasjes toe kan. Door ademen wordt dan weer die lucht ververst, krijgen we opnieuw weer een lage koolstofdioxidespanning in de lucht in de longen. Enzovoorts kan het weer nieuw koolstofdioxide loslaten. En tegelijkertijd had je natuurlijk door datzelfde ademen weer een hogere zuurstofspanning in die longen, waardoor we weer zuurstof kunnen opnemen. En dan zijn we weer terug bij af, want we hebben het er net al over gehad, hoe dat dan weer opgenomen en vervoerd wordt. Dus dit over het vervoer van zuurstof en koolstofdioxide door het bloed en het uitwisselen met de weefsels van longen
en de rest van de weefsels in ons lichaam. En tot de volgende filmpje maar weer.